Kletan, 17e naar de eerste run en 16e in de eindklassering van de reuzenslalom. Is dat een plek waar je vrede mee kan hebben? Ik denk dat ik daar zeker tevreden mee kan zijn. Ik had stiekem wel op de top 15 gehoopt na de eerste run. Maar ik heb twee redelijke stabiele runs geskiet, dus ik ben wel tevreden. Hoe was de piste vandaag? De piste was heel goed. Supergoede sneeuw, een beetje ijzig. Je moest er wel echt goed op staan om goed de bochten te kunnen skiën, maar hij hield heel goed. Dus je had geen piste nadeel met een slechte startnummer ofzo. Dus dat was heel mooi. Hoe gingen je runs? Gingen ze allebei goed? De eerste run ging boven wel goed en heb ik op het eind wat laten liggen. Kom ik wat met de lijn in de problemen. En de tweede ging boven eigenlijk nog beter. En toen had ik op het laatste een beetje wat problemen met de lijn. Maar over het algemeen was de tweede beter dan de eerste. Hiervoor heb je twee andere onderdelen geskiet. Waren die echt ter voorbereiding op vandaag? Dat is een onderdeel met de Super G erin. En die doe ik eigenlijk niet zoveel. Dus dat was een beetje kijken hoe dat zou gaan. Het was wel heel erg leuk om te doen. Maar ik had er ook niet al te veel van verwacht. Uiteindelijk was de reuzenslalom jouw doel hier? Ik had van tevoren eigenlijk als doel gesteld een top 10. Maar toen ik hier kwam, toen wist ik ook wel van, nou, dat wordt wel behoorlijk lastig. Dus met een top 15 was ik heel blij geweest en nu ben ik toch ook wel tevreden. Maar ik wil nog wel op de slalom een goede prestatie neerzetten, dus het is nog niet voorbij. Hoe kijk je tot nu toe naar jouw Jeugd Olympische Spelen? Het is heel leuk, het is wel best wel vermoeiend. Het zijn lange dagen. Maar als ik gewoon zorg dat ik goed slaap, dan is het heel leuk. En heel veel dingen eromheen die je kunt doen, heel veel sporters, allemaal bij elkaar. Dat is heel gezellig.